Ja, nou, het is altijd lekker om meerdere wedstrijden in de week te spelen. Dat vond ik tenminste als speler en eigenlijk als trainer ook wel. Alleen dan moet je wel nog iets harder werken dan dat je al doet. Ook zo midweek zoals deze week? Ja, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk en een uitwedstrijd en niet geheel dichtbij, zeg maar. En het werk gaat natuurlijk ook door het voorbereiden op de volgende wedstrijd, het afsluiten van de vorige wedstrijd. Dus het volgt zichzelf allemaal net iets sneller op. Was je tevreden over die wedstrijd? Want je wilde na afloop bij ESPN zeggen dat je niet tevreden was, maar de inhoud niet. Nee, ja, we waren absoluut niet tevreden over de wedstrijd. Dat was gewoon echt een teleurstelling. En het enige positieve was in mijn optiek de winst. De uitslag. Ja. Neem niet weg dat bekervoetbal altijd lastig is. Zeker als je in het begin van zo'n toernooi tegen amateurs speelt die heel graag zichzelf willen bewijzen tegen een BVO, een betaald voetbalorganisatie. Alleen ja, we hadden ons echt goed voorbereid op die wedstrijd en dan hoop je dat we het onszelf wat makkelijker hadden gemaakt. Maar ja, goed, dat is niet gebeurd. Dus vandaar ook korte reactie gisteren bij de collega's en ook ja, nu hebben we vandaag het heel kort daarover gehad dat het gewoon niet goed was. Niet zoals het moet en zoals het kan en dat we dat moeten meenemen naar een volgende keer. Maar voor nu directe focus op de volgende wedstrijd en dat is de Graafschap. Heb jij omtrent bepaalde spelers en bepaalde posities nu conclusies kunnen trekken van nou, die staat nog niet zo hoog als dat ik dacht dat die stond? Nou, ik ben over het algemeen wel heel erg tevreden over mijn spelers. Maar ja, gisteren zakten er te veel jongens gewoon door de ondergrens. En daar verbind ik niet direct conclusies aan. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn spelers. En het zou gek zijn als dat na één slechte wedstrijd verandert. Dus daar trek ik geen conclusies aan. Ben je bekend met het Chris van der Weerde effect? Het Chris van der Weerde? Nou, wij wilden eigenlijk in ons eerste weekend apart van elkaar een 6-punten weekend. En uiteindelijk is dat dit weekend gelukt, afgelopen weekend. En daar gaan we aankomend weekend weer voor. Maar ik weet niet waar jij op doet. Sinds zijn vertrek heb jij niet meer verloren. Het ging in mijn optiek eigenlijk sowieso al de goede kant op. Alleen dat is natuurlijk heel erg lastig om dat te zeggen en te roepen op het moment dat de resultaten niet goed zijn. Maar goed, als we dan gisteren weer kijken, is er nog genoeg werk aan de winkel. Het is natuurlijk een gekkigheidje waar ik op doel is. Zijn positie is nog steeds vakant. Ja. Gaat dat op korte termijn ingevuld worden of laat je dat even voor de lange termijn open? Nou, we willen daar toch iets langer over nadenken. En het liefst wil je natuurlijk weer compleet zijn als staf. Wat ik denk ik aan het begin van het seizoen ook gezegd heb, dat ik heel erg tevreden ben over de invulling van de staf. Dat ik van de club de ruimte heb gekregen om dat zo goed mogelijk in te vullen met mensen die hier al waren. En met mensen die we hebben kunnen aantrekken. Dus we hebben echt een mooie staf. Maar we missen gewoon een assistent als Chris. En daar heb ik wel ideeën over, alleen daar willen we met elkaar iets langer over nadenken om daarin de juiste keuze te maken. Is die persoon dan bezet? Er zijn meerdere kandidaten, maar de persoon die ik graag zou willen is niet bezet. Maar wat maakt dan het proces lastig, dat hij niet kan komen? Dat je soms in de sport heel snel beslissingen wil nemen en kan nemen. En dat je soms een keuze maakt om dat wel overwogen te doen. En dat laatste hebben we voor gekozen. Wel overwogen, wat langer wachten. Ja. Om wel overwogen aan te stellen. Nou, je moet met z'n allen daar wel daarover eens zijn. Dus in alle keuzes die je maakt, die moeten wel overwogen zijn. Dus of dat nou over aantrekken van spelers, het aanstellen van de staf. En op het moment dat Chris vertrok, is dat natuurlijk best wel een aderlating. Want hij had een hele belangrijke rol in de staf en we verrichten heel veel werkzaamheden. En nu moeten we dat gat met de jongens opvullen die we nu hebben. Dus dan wil je eigenlijk heel snel dat oplossen. En dat wilde ik eigenlijk eerlijk gezegd zelf ook. Alleen nu met een aantal mensen binnen de club gesproken te hebben, nemen we iets langer de tijd voor en hopelijk alsnog zo snel mogelijk. Kijk ik nog even terug. Ja. Wel overwogen zo snel mogelijk. Ja. Okay. Door naar de tegenstander, de Graafschap. Die hebben een beer voorin. Met Gravenberg. Jij ook. Wie dan? Thomas Vrijt. Ja, maar die ga je niet achterin zetten. Nee, dat klopt. Voor de rest zijn het een beetje beertjes. Hoe ga je dat bespelen? Nou ja, allereerst gaan we uit van onze eigen krachten. Ik denk dat we, als we dan het hebben over de afgelopen competitiewedstrijden, hebben laten zien dat we controle kunnen hebben in de wedstrijd. Dat we in wedstrijden weinig weggeven. Nou, dat willen we ook weer komend weekend gaan doen. En ja, ik denk dat de verdedigers en de verdedigend ingestelde spelers die we hebben, het samen prima kunnen oplossen. Ook zo'n reus? Ja, ja.
Ja, en wij hebben geen kleine jongens hoor. Dus, en ook jongens die wel sterk zijn. Als je kijkt naar Guillermo, Tyrese, misschien wat Ile, maar wel atletisch en heel kopsterk. Dus ja, de spelers die we hebben, heb ik alle vertrouwen in dat we dat kunnen afstoppen. Hoe groot is het zorgenkindje aan de linkerkant, de linksbackpositie? Heb je sowieso niet. Absalem zagen we niet tegen Excelsior 31. Haalt hij het tegen de Graafschap? Wat zeg je? Haalt hij het, de Graafschap? Nou, daar ga ik wel vanuit. Ik ga ervan uit dat we heel erg fit aan de start verschijnen. Buiten de jongens die al wat langer geblesseerd zijn. En nou ja, dat was ook mijn opmerking dat ik zo sterk mogelijk wilde spelen gisteren. Maar dat je dan ook rekening houdt met jongens waar dan het dan niet verstandig is om 2 wedstrijden in de week te spelen. Ja, en dan kom ik weer terug op wat ik gisteren met een collega van jou heb besproken. Is dat we gewoon een hele brede selectie hebben met meerdere keuzes. En echt wel kwaliteiten waarin we, als we wisselen, per definitie niet slechter worden. Hoe groot zijn de zorgen om de kuit? Om Dirk Kuyt of nee, de kuit? De kuit van Thomas Vrij. Elke speler... Die bekijken we zorgvuldig. En het was vervelend dat Thomas wat stijve kuiten had. Maar ik moet zeggen, als je op kunstgras speelt, dan is dat toch een andere ondergrond. Dus hij was niet de enige die daar spanning op had. En ik wilde daar gewoon geen risico in nemen. Dus ik verwacht ook dat daar absoluut geen probleem is. En in die zin hebben we daarin gisteren ook de juiste keuze gemaakt. En zorgen om de andere kuit? Zorgen om de andere kuit heb ik nog nooit gehad.